Aan de achterkant van het pand van cultureel centrum De Basis aan de Nijmeegse Groenewoudseweg woedde woensdagochtend brand. Het pand is beter bekend als het voormalige gebouw van poppodium Doornroosje. De brand was snel geblust, maar zorgde wel voor schade en een raamkozijn op zo'n 3 meter hoogte vatte ook vlam. Zowel buiten als binnen was veel rookontwikkeling en het dak raakte beschadigd. Met een hoogwerker verwijderde de brandweer enkele beschadigde dakpanelen. Volgens de eigenaar van het gebouw woonde op de plaats van de brand sinds enige tijd een dakloze. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.